en in 'n kader van wêreldroepingendag op Sondag 22 April 2018 is er vandag 'n bewustwordingsdag georganiseer in het besienings en vormingshuis as in Watono. 'n Tema was roepingen. Het hoofdoel, die bewustwordingsdag is om sowel jonger en as ouer in die verskeidenheid van die roepingen in die kerk en dit bisdom te leer ken. Esteban Cross, Pater van de Rooms-Katholieke Kerk, zegt dat Wereldroepingendag een belangrijke dag is. Wat we eigenlijk met deze dag willen bereiken, is dat we van een passieve van, manier van gelovig zijn, kunnen groeien naar een actieve, een dynamische, een creatieve manier van gelovig zijn. Ik had net een korte inleiding ge, ge, gehouden en ook de mensen vorige... Om het ook een beetje grappig te maken en de mensen, is ik van ja, dokologie. We, zijn, we kunnen opleiding als het ware volgen in dokologie, om te dokken. En dat we daar ons in, be, in, in bekwamen dat wij in feite heel passief zijn. Dat we wel dingen willen voor onszelf. En dat moeten anderen er dan zijn. Maar dat we dokken wanneer het gaat om, om ook actief dingen bij te dragen. Um, we kunnen dokken om, om, om met alles wat wij kunnen om ons in te zetten en uh, daar kunnen we heel hele mooie excuses vinden He, ja god moet me roepen of ja dat is dat is iets speciaals Daar moet je toe en dat we dan datgene wat we eigenlijk diep in ons hart zouden weten dat we kunnen dat we het gewoon niet doen en dokken Pater Krosch gaf aan dat een roeping inhoudt dat je actief uit jezelf iets doet dus in de kern is roeping uit jezelf actief Kijken, Heer, wat kan ik voor u doen? Zodat God de ruimte geeft om ons te sturen. Er zijn leerkrachten geweest, ook in vroegere tijden, die enorme opofferingen gemaakt hebben om onderwijs te brengen in de verre districten. Dat was alleen mogelijk omdat ze een actief hart hadden. Um, er zijn dingen opgebouwd in Suriname, omdat er mensen waren die een gevoel van roeping hadden. Dat wil zeggen, actief, Heer, wat kan ik voor u doen? Um, daar begint het mee. Geestelijke komen dan ook, dat is, men zegt dat is een roeping, dat is waar, maar wij allemaal zijn door God geroepen om ons open te stellen voor Hem. Want als wij dakken, dan kan God ons niet leiden. Dan wil Hij ons wel leiden, maar oenadin. Dus um, de, de, dat is roepingen. En binnen het geheel van de kerk heb je dan die specifieke roepingen, die bijzondere roeping. Priester, Pater en zuster. Um, en die zijn heel belangrijk in die samenleving. Die houden de samenleving dicht bij God, die zijn levend. Ze roepen op, ze troosten, ze, 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 ze leren de kinderen, ze sterken dus. En, en daar willen we dus ook de aandacht voor vragen: van. het is niet voor vroeger, het is niet van Vorsting, het is ook van deze moderne tijd 2018. Aloys Esteban Crosspater van de Rooms-Katholieke Kerk. Hy het sprak vanmorgen tydens die Bewuswordingsdag dies gehou in het Bezinnings- en Vormingsentrum as Sewatono. Diese dag is georganiseer in die kader van Wereldroepingendag. Morgen